Het is je vast niet ontgaan, Storm Corrie. En wat is daar vandaag nog van over? Nou, ik ben wel geïnteresseerd of er, hoeveel zand er is eigenlijk is weggespoeld. En we hebben geluk gehad met die strandtenten dat die allemaal op terpjes zijn gezet. Want er moet niet nog een Corrie komen, zeg maar. Ik weet niet wie de volgende is. Dat zal Debbie zijn of zo. Ja, heerlijk uitwaaien. Gisteren lukte het niet omdat er gewoon het water tegen de duinen aan stond. Ja, vandaag is het weer heerlijk breed, het strand. Dus ja, gewoon heerlijk om weer buiten te zijn. En vooral met de hond. Ja, die vindt het prachtig. Ik hou van de noodweer. We wonen hier in Terheide. En als het, ja, of het nou ijskoud is of bloedwarm of hittegolf, windkracht 10, 11, prachtig. Er gebeurt hier altijd wel. Dus je hebt een heleboel grote zeesterren. Voor de rest is het, ja, zand, zand, zand. Ja, en nou, je ziet in de hekken heel veel overblijfselen wel van de zee. Weet je wel, dus je kan echt zien dat hij gewoon het water tegen de duin aan heeft gestaan. Zo zag het er in Terheide dus uit. Maar ook een stukje verder, in Hoek van Holland, kwam de zee ver. En dat merkten vooral de vakantiegangers die in de strandhuisjes bij de pier verbleven. Ja, wij kwamen gisteren om 12:30 hier aan en we zijn naar het huisje gegaan en we konden gewoon nog binnenkomen. En binnen 1,5 uur was de zee zo hoog opgekomen dat het water in golven onder ons huisje doorsloeg. En aan de achterkant, als we naar buiten keken, was het ook allemaal water. Dus wij waren omringd door de zee. It was quite exciting. It was so deep, the water. And we arrived here with our bags and we were carrying our kids through the water. But it was funny. So it was not trouble for us. It was more an adventure. Het was hoogwater om bijna 3:30 en daarna zwakte de wind ook wat af en werd het eb. En toen was het water ook vrij snel weer vertrokken. En ze zijn met de tractoren en de bulldozers gekomen en hebben ze alles een beetje weer opgeruimd. Maar het was geweldig spectaculair. Het was, was schitterend om mee te maken. Nou, wij zijn lekker uitgewaaid en gaan binnen opwarmen met een warme kop koffie. Op naar de volgende storm.